kom in deze nieuwe video aan bod daar. Ik heb mijn nummer al gaan halen. Dit is een nummer. Deze nummer is dus 5003. En dat is mijn naam. Ik heb er wel even Bolstar bij geschreven, want ik vind het wel belangrijk. Ik ben al blij waar achternaam er niet bij staat. Ik heb ook nog een aantal nummers van achter, dus telefoonnummers, die ik natuurlijk niet ga vertellen welke nummers dat zijn. Die staan helemaal van achter, dus we gaan gewoon proberen lopen. Ik heb ook, even mededelen aan de mensen door mijn beperking. Kan ik niet zo lang uithouden om te lopen. Dus ik ga eigenlijk ook wel veel meer wandelen dan lopen. Ik heb ook 2 slechte knieën en sinds kort ook een slechte voet. Maar het is gewoon voor de aandenken dat ik eigenlijk gewoon meeloop. Dus op daar wat rekening mee aan alle mensen die komen kijken. Ook op alle sites waar ik dat kon zetten, heb ik ook gedaan. Dat mensen ook al weten waarom dat niet mogelijk is. Maar ik wil nog even alle mensen bedanken om toch te zijn. In ieder geval. En om te steunen. Want er zijn heel veel mensen die toch afkomen om mij te steunen. En ook de mensen die niet kunnen komen, ook dankjewel om aan mij te denken. En ik denk dat mijn mama ook aan mij heeft gedacht, want er lag zo in één keer een pluim voor de deur. Dus dat gaf mij toch wel een beetje moed. Dus het is dat je het weet. Bezig, jongen. Misschien moeten we er helemaal over. Even wandelen. Geven. Maar het is zot om je kapot te lopen. Ik zat gauw ook al scheuren. Wordt er nog even achter ons gelaten, hè?
Deze is voor jou. Oh, mijn. Deze is voor jullie. We zijn er bijna. Laat ze weten. Kom door, jongens. Je weet het. Maar ik zie jullie graag. Daar staat ze dan. Yes. Ja. Daar is de aankomst. Mevrouw, de burgemeester heeft een aantal aan de overkant, maar die moet nog wat wachten. Goed, dames. Sabrina, laten we staan. Ja, die wordt warm. Maar ja, zoals ik gezegd heb, dat hebben wij nu niet zelf in de hand. Goed, meneer en mevrouw. Zegt u uw naam eens, meneer? Tim en mevrouw. Evi, Tim en Evi, goed gedaan. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. We hebben dus de kilometer gehaald. Dit is de medaille die ik heb. Ik ben er eigenlijk heel trots op. Mensen, tante en Akko stonden te supporteren samen met neefjes en neefjes. Het was echt super leuk om te zien en ik ben echt al cool en ook, de mama van Linse te supporten. Het was echt wel heel cool eigenlijk om te zien dat dat eigenlijk wel leuk is. We zullen met supporten ook juffrouw Lara en mijn collega's en zo. Dus ik ben wel trots dat die zo'n supporteren. Dus dat was echt een feestje. Dus nu zijn de mensen van de 10 kilometer gaan lopen. Ik heb zoveel nodig. Ik ga kijken of ik mijn collega kan aanspreken. En straks zijn het warm weer. Hopelijk mogen ze vandaag wel zo lichten. Ik heb wel minder hoofdpijn dan vorig jaar. Dat is ook al als 2 jaar geleden. Dat scheelt ook wel wat. We gaan sowieso straks een wafel eten. En dat gaan we doen. Maar ik heb ook gedoseerd. Dat zie je ook in de beelden natuurlijk. Ik weet dat mezelf ook, doordat ik een beperking heb, rappen mijn spieren. Dus,
Dus, en, maar voor de rest ging het eigenlijk allemaal wel heel goed. Ik weet het goed, dus. Ik voel gedoseerd eigenlijk op de punten waar ik eigenlijk snel moet lopen. Heb ik zelf lopen als gezegd voor mensen die erbij kwamen, heb ik dat aan staat. Als we in een toren mogen, dan geraken wij van. Dus ik ga proberen om er door te geraken. Als zij. Het is top. Zij is aan haar, dus. Daar heb je dan de springkastelen. Dus voor elk kind wat wils. Heel veel springkastelen eigenlijk. Deze. En dan heb je die daar nog. Heel veel springkastelen. Dus te zien. Je hebt een boot. Allemaal, maar we gaan daar niet te veel naartoe, omdat het te druk is. Wij gaan eventjes hier een beetje rondwandelen. Het is de laatste dag vandaag. Dus alles hier. Ik wil ook nog iets kopen, een herinnering, maar ik heb niet echt gevonden. Ja, een ballon. Lekker, maar ze kunnen, dat kan ik misschien kopen. Het is brood, maar ze konden niet pas. Ze hebben niks meer natuurlijk. Wat is dat? De camera staat een beetje scheef. Hallo. Dit is ijs. Zet je ijs krijgen. Ijs. Hey, discoballen. Hier heb je ook zo'n kraampje. Dag. Wat is het? Kraampje. Dus gratis water krijgen. Er was lang, lang geleden een jongen. Een doodgewone jongen. En die doodgewone jongen, die woonde in een doodgewoon huis. En dat is een doodgewone jongen. Hier is het voor te schminken. Hij zat elke dag aan zijn doodgewoon. Zo water spuiten. Dus, dat is de bedoeling. Wow. Daan, eventjes wachten. We zijn helemaal nat. Ja, we gaan zo.
liedjes. Verkeer op jezelf zijn. Hier is het door Turks eten. Langer op binnen zitten zijn, dat kan er al je goot kunnen zien. En geen sloop. Wel, dat is een voorbeeldje. Zo, de kraampje welzijnschakels. En hier kun je dus ook eten. En de miniatuurs weer. Daar heb je de beer. En daar heb je de beer. Voorzitter, aan het stadhuis, daar ga je bovenaan het appartement daar Sven van zien hangen. Elke vakje dat staat, horizontaal komt zichtbaar te staan. Komt overeen met het Ha ha ha!
Ah!
Morgan?
Dottora Paola,
niet allemaal gezien op de markt. En daar is de boot. De boot. Boot. De boot, mensen. En dat hebben jullie allemaal al gezien, maar dit is wel nieuw. De boot gaat ook helaas niet meer in de lucht. Want ze moeten voor de zonondergang op de grond staan. En omdat ze te groot zijn, gaat dat niet meer. Dus dat is het probleem eigenlijk. En ze gaan nu niets meer varen. De gaat niet meer varen. De boot. Het is niet grappig, maar het is zo.